gaan we door naar de eerste oefening na de warming-up. Ik begin met een zijwaartse lunge, uitvalspas. Nu haak ik wat lichter aan, ik pak normaal de dubbele aansluiting, pak nu even de enkele. Omdat ik het nog wat zwaarder wil maken, pak ik twee koorden. De eerste haak ik dan op het laagste ringetje aan en de tweede op de bovenste ring, aan de zijkant. Stef, brandje aan de kant. Dan ga ik ongeveer hier staan. Ik stap naar binnen, diep doorzakken en ik duw weer terug. Ik stap binnen en ik duw weer terug. Kun je zo doen, er zijn andere vormen, zoals nog deze. Stap je uit, stap terug. Stap. Stappen, bijsluiten en weer weg. Een beetje een schaatsoefening zou je kunnen zeggen. Zijwaarts. Doe je natuurlijk aan beide kanten. De volgende is de step-up. Een bank hier neer. Nu even de dubbele weerstand. Dus wat ga ik doen? Ik ga deze haken veranderen. Zo. 1. Onder ook. Deze haak, haak ik aan deze kant weer de laagste ring, de onderste ring, dat ik doe hier ook. En nu ga ik stappen. Kom ik aan, stap, stappen, stap terug. Stap, stap, stap. Oké, kun je het ook anders doen? Zonder stepbankje, je bijvoorbeeld een lunge gaan maken, een uitvalspas. Dan stappen, hierheen, weer terug. Dan zul je merken dat jouw terugtrekken dat eigenlijk alleen maar makkelijker is. Hè? Maak niet te grote stappen, nog wel diep, maar niet heel al te ver wegstappen. Dan knie je nog gebogen hier. Dezelfde oefening doen, maar nu naar binnen stappen. Nu wil ik met mijn gezicht naar het apparaat kijken. Maak weer de ringen vast. Zo. Stap ik uit, nu wordt het wel zwaarder. En nu stap ik in, leun. Nu moet ik weer weg. Je kunt het ook zwaarder maken, dat je dit tempo erin brengt. Zoals je ziet ga ik nu een beetje dribbelen met uitvalspassen.